ICT, nou, dat kan echt van alles zijn. Het is enorm breed. Het kan van programmeren zijn tot het beheren van systemen. ICT is het vakgebied dat in staat is om bedrijfsprocessen soepeler te laten lopen. Je zou het kunnen vergelijken met de olie die je nodig hebt om een machine goed te laten functioneren. Zo werken organisaties tegenwoordig ook eigenlijk allemaal met behulp van ICT. Het betekent dat wij bezig zullen zijn met systemen beheren, security binnen een bedrijf, ondersteuning bieden aan gebruikers en ook advies geven. Een ICT'er is veel bezig met het bedenken van oplossingen, maar daar voorafgaand is eigenlijk nog de belangrijke vraag, nadenken over wat is het probleem. Een ICT'er moet in staat zijn om de vraag achter de vraag te vinden. Zodra je het probleem gedefinieerd hebt, kun je ook gaan nadenken over welke oplossingen je dan moet gaan realiseren. En als je dat bedacht hebt, dan moet je nog bezig gaan om die te implementeren, maar ook om die te testen. En bij dat alles heb je natuurlijk ook je adviesvaardigheden nodig, want een gebruiker is niet altijd direct bereid om te doen wat jij denkt dat beter is. Ik heb een tijdje stage gelopen bij het Nederlands Bakkerijcentrum. Nou, je zou denken dat bakken en broodjes niks met ICT te maken hebben, maar daar heb je dat werken heel veel ICT voor nodig, want ze pakken monsters van de brood. En nou, die informatie die gaat dan naar een centrale server en daar kunnen ze de data analyseren en op basis daarvan kunnen ze voor de toekomst een beter product leveren. Een leuk voorbeeld is van wat een ICT'er kan bedenken is dat je één stukje software op meerdere plekken gebruikt. Een voorbeeld wat ik zelf in de praktijk gezien heb is dat de software van een hotel heel erg lijkt of bijna identiek is aan de software die in een gevangenis gebruikt wordt. Ja, dat is een groot gebouw met gangen, kamers, gasten, verblijfsduren, dieetwensen, een stukje betaling, een factuur moet gestuurd worden naar de juiste instantie. Dat is een voorbeeld van de toepassing van één stukje software op twee verschillende plaatsen. De ICT'er van vandaag is degene die de vraag van de eindgebruiker vertaalt naar technische termen. Technische mensen hebben de neiging om hele ingewikkelde woorden met elkaar te gebruiken. Voor gebruikers is dat lang niet altijd inzichtelijk. Ik denk dat je dan een soort tolk nodig hebt die ervoor zorgt dat de technische mensen en de gebruikers elkaar echt letterlijk en figuurlijk verstaan. En dat ze dan ook hele mooie dingen kunnen maken met elkaar.